Als kleine jongen wilde ik al heel graag vlieger worden. En ik keek altijd naar boven, wat vliegt er? Ja, het is echt een jongensdroom. Ik ben Niels en ik ben officier vlieger bij de marine. Ik vlieg de NH90, de maritieme gevechtshelikopter. Een dag op de vliegbasis begint altijd met een ochtendbriefing. In deze briefing worden de bijzonderheden van de dag gemeld. Daarnaast ook het weer, de bijzonderheden van het veld en ook uiteraard de vliegplanning. Twee doelen voor deze sortie, deel 1. Sta je op een programma om te vliegen, dan zijn er verschillende dingen die je moet voorbereiden. Denk aan vluchtvoorbereiding, kaarten tekenen, vliegplan en eventueel toestemming krijgen om op velden te landen. En vaak heb je de voorbereiding ook al de dagen ervoor uitgevoerd, afhankelijk van hoe complex een vlucht is. Na het brieven gaan we eigenlijk als crew gezamenlijk naar de kist toe. En daar zullen we als laatste onze walkaround maken en dan gaan we de helikopter opstarten. Test 1, test 2 en die keer. Het mooiste blijft dat je van de grond afkomt en eenmaal in de lucht gaat. Dat gevoel blijft onwaarschijnlijk. De NH90 is een multipurpose helikopter waarbij de bekendste onderzeeboombestrijding is. Dat betekent dat we een sonar aan boord kunnen hebben. Daarnaast kunnen we hijsen, passagiers meenemen. We kunnen intern beladen uiteraard met spullen, maar ook extern. En ook kunnen we functioneren als een klein ziekenhuis. Een dag als vlieger is geen dag hetzelfde. Voorbeelden zijn dat als je meegaat op reis, dat je dus ook echt onderdeel wordt van de bemanning aan boord. En dat je vanaf daar dus de helikopter vliegt. Daarnaast hebben we zoveel verschillende oefeningen, verschillende eventuele uitzendingen die komen. Verschillende evenementen gedurende het jaar. En daardoor zien we eigenlijk de hele wereld. Naast dat we uiteraard veel in het echt vliegen, doen we ook veel in de simulator. En in de simulator maken we het eigenlijk onszelf moeilijker. En trainen we complexe situaties en noodgevallen. De sfeer met de collega's is supergoed. We kennen elkaar door en door, doordat we vaak ook met elkaar zitten intern, zoals op oefeningen. En zo zien we elkaar vaak in de crewroom. Als vlieger is het belangrijk om fit te zijn. Daardoor sporten we regelmatig, ook tijdens werktijden. Ik vind het leuk om te squashen. Daarnaast kunnen we ook zwemmen, fitnessen of mountainbiken. Om officier vlieger te worden heb je minimaal HAVO benodigd met een voldoende voor wiskunde. En er is een leeftijd die je moet hebben, namelijk minimaal 17 jaar en maximaal 26 jaar en 3 maanden. Welke vaardigheden goed zijn om te hebben als vlieger? Dat je leergierig bent, goede hand-oogcoördinatie is ook belangrijk. En dat je daarnaast communicatief vaardig bent, omdat je vaak in een bemanning opereert. Het lastigste is ook waar het leukste in zit en dat is, je bent best vaak weg van huis. En daarmee moet je vaak ook flexibel om kunnen gaan, waarbij de thuissituatie veel van je vraagt. Eenmaal als je gestart bent als vlieger zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden. Je begint als co-piloot, na co-piloot word je gezagvoerder. Binnen de NH90 zijn er daar twee domeinen waar je in gaat. Dat is het amfibische gedeelte, de grote schepen waar we op opereren naar land toe en het maritieme gedeelte. Dan hebben we het vaak over onderzeeboombestrijding. Het blijft een ontzettend gaaf beroep. Het is iets waar je heel lang naartoe werkt. Het is een complex apparaat. En je stapt zo'n helikopter in. Ja, dat blijft gewoon bijzonder.